Goeiedag, vanochtend was het op de fiets regenachtig weer. Van tijd tot tijd viel er wel 5 of 10 millimeter regen. De paraplu konden we dus vanochtend goed gebruiken. En sommige mensen hier op deze afbeelding hebben een dikke jas aan. Maar in die dikke jas op de fiets was het misschien wel zeer warm, want de temperaturen lagen vanochtend uitzonderlijk hoog. Met waarde rond een graad of 17. En dat is toch wel heel opvallend voor deze tijd van het jaar. Maar koelere lucht ligt voor ons klaar. Achter dat regengebied is het wel een stuk minder zacht, met temperaturen rond een graad of 10. En nadat het regengebied uiteindelijk is weggetrokken naar Duitsland, wordt het ook in het oosten minder zacht. Nou, als we even het plaatje van bovenaf gaan bekijken, dan zien we dat we op de radar te maken hebben met een regengebied. Dat trekt de komende uren geleidelijk naar Duitsland weg. En dan volgen er vanuit het westen ook brede opklaringen. En dat betekent dat we ook de zon morgen wel eventjes terug gaan zien in het weerplaatje. Nou, verder zien we een lage drukgebied wat de komende tijd gaat oprukken vanuit het zuidwesten. En in de loop van woensdag gaat dat over ons land heen trekken. En dat zorgt ervoor dat we met veel regen te maken gaan krijgen. En daarnaast gaat het ook nog eens heel erg stevig waaien, met misschien wel kans op storm aan de kust. Nou, helemaal zeker is dit nog niet, want de koers van het lage drukgebied is momenteel nog onzeker. Maar in een later weerbericht op deze dag gaan we hier wel uitgebreid op inzoomen. Ja, een onstuimige weerdag staat dus op ons te wachten, maar zover is het vanavond nog niet. We hebben te maken met een rustige avond. Opklaringen komen voor die afgewisseld worden met wat wolkenvelden. Ja, en er wordt nog steeds zachtere lucht aangevoerd. Temperaturen liggen tijdens de avonduren rond een graad of 10. Nou, morgen overdag zien we ook wel een mix van wolken, zonnige perioden en een aantal buien die over ons land heen gaan trekken. En bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het dan een graad of 9. En dat is eigenlijk zeer gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Ja, ik zei het zo net al, we krijgen dus die zeer onstuimige woensdag met veel regen en mogelijk misschien wel ook veel wind. De koers van het lage drukgebied is momenteel nog onzeker, maar er zijn wel grote kansen aanwezig dat het wel behoorlijk onstuimig gaat worden. Veel buien dus. En donderdag krijgen we ook nog een aantal buien. Maar in de loop van de dag wordt het geleidelijk al rustiger. En vanaf vrijdag gaat er zelfs een hoge drukgebied zich opbouwen ten oosten van ons. En dat betekent rustig weer. En ook het zonnetje keert weer terug in het weerbeeld. Nou, wat verder opvalt is dat de temperaturen omlaag gaan. Overdag wordt het een graad of 6. En tijdens de nachtelijke uren kan het dan misschien weer een graadje vriezen. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.